Ja, in de 10 kilometer is hij, uh, ja, hij heeft eigenlijk wel dezelfde tools. Uh, hij heeft de, de, de fysieke conditie, als je het simpel moet zeggen, de uithoudingsvermogen om die race van A tot Z heel strak en goed te rijden. Maar hij heeft natuurlijk de vermogens en de techniek. Om midden in zo'n race ook nog eens een keer een dot gas te geven en iets extra's te vinden, uh, waardoor de snelheid ineens, ineens enorm omhoog gaat. En dat zijn, dat zijn unieke kwaliteiten die je niet bij veel schaatsers ziet, eigenlijk bij niemand ziet. De meesten moeten echt in hun blauwdruk de wedstrijd rijden. En Sven kan met zijn 10 kilometer alle kanten op. Uh, hij kan hem rustig rijden in het begin en heel hard aan het einde, maar hij kan ook net zo goed heel hard aan het begin. Maar echt dood gaat hij toch niet.